De rode poon. Een echt miskende vis. Heel lekker, zowel op vel als zonder vel. Het enigste nadeel is, de graadjes kunnen niet gepileerd worden met de pincet. Ze moeten weggesneden worden. Voor het opstarten met de rode poon te fileren, ga ik met mijn punt van mijn mes een inkeping maken. Just boven de graad, een klein beetje insnijden, juist het vel gewoon doorsnijden. Dan over heel de lengte, langs de graad tot op de middengraad. Mes erover zetten over de graad. Ik snij hem niet door, zowel niet aan de staart als aan de kop. We gaan onze vis omdraaien en zo hou ik perfect de vorm van mijn vis voor de tweede filet eraf te halen. Dus we gaan hetzelfde doen, terug insteken met mes. Voorzichtig naar de kop, naar de staart toesnijden. Dan tot op de middengraad. Mes over de middengraad zetten en nu mag je wel doorsnijden. Naar de kop toe, juist hetzelfde. Zo kort mogelijk achter de kop insnijden. Dat is onze eerste filet. Nu de andere kant doorsnijden aan de kop. Blijft zo goed als geen visvlees hangen. En kunnen we voortgaan de buikgraatjes eruit te halen. Goed tegen de graatjes omhoog snijden. De graatjes die ga ik wegsnijden, want met de pincet epileren gaan ze afbreken. De graatjes zitten ongeveer tot juist ietsje verder dan de helft. Tegen de graatjes insnijden. Voorzichtig tot tegen het vel. En dan zet ik mijn mes een klein beetje schuin. Om er juist onder te snijden. Zo is uw filetpan klaar. Het enige dat je nog kunt doen is eventueel, als je dat wilt, het vel eraf te halen. Voor het vel eraf te halen, gewoon uw mes op 45 graden zetten, een klein beetje insnijden, het vel goed vasthouden en dan zowel met het vel als met uw mes bewegen. Zo zijn ze pan klaar, maar zonder vel.